Marco Diamantatos, nou zeg ik het goed. Marco, op 22 juni gaat er iets verschrikkelijk leuks gebeuren. Ik laat aan jou over om het eens uit te leggen, want het is muziektop. Het is inderdaad wat leuks wat er gaat gebeuren. Het is in het kader van het 25 jaar bestaan van het Theater aan de Schie. Op initiatief van Rob Roos. Die heeft mij gevraagd om zeg maar de beste band van Schiedam bij elkaar te halen. Dus het is al een proces wat al een jaar gaande is. Hoe haal je de beste band van Schiedam bij elkaar? Ja, dat is inderdaad de vraag. Want ik kreeg natuurlijk direct aanmeldingen van mensen van waar kan ik me opgeven voor de beste band. Maar het gaat eigenlijk om een band formeren met muzikanten waarvan hun roots in Schiedam liggen. Laten we maar gelijk eens wat namen noemen. Wie heb je geselecteerd als bondscoach? Inderdaad, zo voelt het ook. Nou, inderdaad, de selectie was in het begin heel groot. Teruggebracht naar de juiste format, denk ik. Met Fred van Willigen, gitaar en zang. Rob op het ende bas. Marcel Gootjes, drums. Hans van Inge, ook van Bix bekend, zang. Kees de Blois, ook een oude rakker zeg maar, in het vak. Zang en gitaar. Wie slaakt er mezelf natuurlijk? En dan Robin van Roon op mondharmonica. Sla ik iemand over? En Menno Gootjes natuurlijk, ja, zie je wel. Het repertoire, daar ga ik niet te veel van verklappen. Maar dat is ook wel heel Schiedams gericht. Er zit ook wat tribute bij. Want we hebben niet voor niks Fred van Willigen gevraagd. Dus het is ook wel tijd om wat liedjes van Rini te doen. En ook Peter de Vries. Maar het is een, zoals ik het zelf heb omschreven en bedacht heb, een heel aantrekkelijk repertoire waar voor ieder wat wils bij zit. Dan moet er natuurlijk van tevoren eerst gerepeteerd worden. Hoe gaat het met al die kanjes bij elkaar? Moeilijk. Zoals verwacht. Nee hoor, dat gaat hartstikke goed. Tegenwoordig kan je op afstand ook heel goed voorbereiden. En dit zijn allemaal mannen waar je gewoon op kan vertrouwen dat ze zich goed... Goed voorbereiden op wat er gaat gebeuren. En vanavond gaan we als eerste repeteren. Volgende week vrijdag hebben we ook nog een repetitie. En dan is het zaterdag de laatste voorstelling. Nou, een van de kanjes die meedoet is Fred van Willigen. Die is eigenlijk al heel vroeg begonnen in de muziekscene in de jaren 60. Fred, hoe was die scene toen? Nou, niet zo groot, maar wel heel vriendschappelijk. Dus we kenden alle bandjes en we gingen bij elkaar op repeteren kijken. En af en toe naar een optreden. Zoveel optredens hadden we toen nog niet. Maar het was wel heel vriendschappelijk. Wat waren de plekken waar jullie vooral speelden? Nou, Arcade, Tivoli. Op de duur de Creepers. Hè. Ik herinner me ook nog de Tempel. De Tempel bijvoorbeeld, ja. De Tempel was geweldig. Deden we ook heel veel sessies. Ook met Kees van Kruchten samen. Dat deden we een soort funk rock. Jullie spelen ook nummers van The Urn. Onder andere van je broer, Rini van Willigen. En ook van Peter de Vries. Wat kan je van die twee vertellen? Nou ja, de een is mijn broer. De nummers van The Urn, alle nummers van The Urn... Nee, niet allemaal. Want er zat ook nog een nummer van de Stones bij. Maar... Alle nummers had hij gemaakt. Peter de Vries was een heel aparte artiest. Had zelfs door kunnen breken, ook buiten Nederland. Hè? Waarom is dat niet gelukt? Ja, ik weet het niet echt zeker. Ik denk dat hij onzeker was.